Burgemeester, u bent ook hier. Ja. Er vindt hier zometeen een corona-protestdemonstratie plaats vanuit de cultuur. U gaat niet handhaven? Nee, ik ga niet handhaven. Nog sterker, ik heb eigenlijk wel sympathie voor deze actie. Het duurt maar 2 uur, dus allemaal heel overzichtelijk. Maar B, het past ook in de lijn van hoe wij bij de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten vorige week ook een motie hebben ondersteund. Dat heb ik zelf ook ondersteund. Je ziet gewoon, lokaal gaan er nu echt dingen mis. En dat is gewoon niet goed. Nou, ik moet zeggen, het cultureel centrum Jan van Mezouw, onze eigen huiskamer, heeft zich de afgelopen periode enorm verantwoordelijk opgesteld. Heel constructief, zijn dicht geweest, hebben een groot offer gebracht. En dan mag het best even een paar uur open zijn. Ze doen het op een corona-verantwoorde wijze. 1,5 meter wordt in acht genomen. Ik heb net de QR-code moeten laten zien. Dus dat doen ze heel zorgvuldig. En ik wil mijn steun op deze manier echt betuigen. Veel plezier. Dankjewel. Het is me een eer natuurlijk om u weer te mogen ontvangen. Ik wil heel even van de gelegenheid gebruik maken om aan te geven dat jullie allemaal onderdeel zijn van onze demonstratie. Want de culturele sector. De culturele sector is natuurlijk boos en verdrietig en van alles. Want ja, wij hebben gewoon heel weinig perspectief. Wij hebben een massagesalon vandaag. Jullie zitten allemaal in de wachtkamer. U mag als eerste. En dan, ja. Wat is uw naam? Dat hoort helemaal niet bij het programma, maar doe toch. Johan. Heel veel plezier, Johan. En terwijl Johan ligt, mogen jullie wachten, maar stiekem natuurlijk gewoon naar het programma van vanmiddag kijken. Goedemiddag. Ik wou zeggen goedenavond, dan ben ik helemaal gewend, man. Ja, en het is al even geleden, hier zijn ze nog druk bezig. Ik zie heel veel, ik zie iets te veel. Nee, ik heb net heel veel gezien. Maar ik ben dus Gerry. Ik ging de school af en ik ging er niks mee doen, dat was wel duidelijk. Ze zei, moeder Gerry, waar ga jij nou doen? Waar vind jij nou echt leuk om te doen? Ik zeg, ja, ik heb wel iets. Ja, echt iets waar je een mooie toekomst mee op kan bouwen. Ik zeg, ja, ik weet wel iets, een succes. Waar dan? Ik zeg, ik zou op de kermis willen werken. Ze zegt, op de kermis? Dus het is toch helemaal, daar kan je geen toekomst mee opbouwen. Ik zeg, maar dat lijkt me wel geweldig, man. Dat je heel de dag in zo'n hokje zit en dat je dan heel de dag door die microfoon mag kwijken. 3, 2, 1. Oh, you!